Was dit, Jan-Arie van der Heijden, misschien wel jullie beste wedstrijd dit seizoen? Ik kan niet ontkennen dat het een hele goede wedstrijd van onze kant was. Sommige mensen dachten een beetje dat we in een mindere fase zaten, maar zelf hielden we gewoon het vertrouwen. Ik denk dat we vandaag hebben laten zien tegen op papier een hele goede tegenstander die eigenlijk elke ploeg het hier lastig kan maken. Dat we vanaf minuut 1 domineerden en terecht hebben gewonnen. Maar het niveau was wel hoger dan bij jullie dan de laatste weken toch was? Behoudens Sparta, toen zag je het eigenlijk al, dat misschien was dat wel de ommekeer. Ja, maar ik heb al eerder gezegd, je kan niet een heel seizoen op een heel hoog niveau spelen zoals we vandaag hebben gespeeld. Dat gaan we niet elke week kunnen laten zien, maar we kunnen wel elke week zorgen dat we zo scherp zijn als vandaag. En de ene week zal het iets minder zijn dan vandaag. Alleen, we hebben wel een signaal afgegeven, denk ik, aan iedereen. Dat lijkt me wel. Ook gelijk gewerkt aan het doelsaldo bij een uitwedstrijd in Alkmaar. Had je daar ook echt op gerekend, eigenlijk op voorhand, van dat mogelijk was? Nou, ik denk dat de eindstand nog een beetje een magere bespiegeling was van, of afspiegeling van de sterkte van ons op het veld. Jij maakt je eerste Feyenoord goal vandaag. Hoe voelt dat? Ja, het was fijn. Het was een beetje geluk. Ik kreeg hem eigenlijk tegen me aan na een iets te verre 1-2. Alleen, maakt niet uit hoe die erin gaat natuurlijk. Ik ben er dol blij mee en ik hoop dat er nog meer komen. Ja, dat zagen we, een mooi feest met het uitvak daar in dolle vreugde erheen. Ja, ik had niet echt in de gaten wat ik allemaal deed. Ik had vooraf wel al een tijdje dat ik een schaar zou doen om... Ze hebben me een beetje een bijnaam gegeven. Dus, Jan Schari. Ja, precies. Dus dat was leuk. Dus een bedankje, zeg maar. Wat vind je daarvan? Want dat is ook een beetje gegroeid met de weken met die bijnaam. Gooi je hem dan af en toe expres nog even uit, ook in een wedstrijd als het kan? Nee, het is meestal functioneel. Nu ook, bij deze aanval? Zelf, nou, wat niet echt een schaar, maar wel de schijnbewegingen ervoor. Nee, het was geen schaar, maar het was leuk om het doelpunt zo te kunnen vieren. Je bent natuurlijk verdediger echt geworden met de jaren. En hier bij Feyenoord ook echt de focus op het verdedigen. Wat je echt sterk aan het verbeteren bent. Maar dit soort acties, dat je nu een keer mee naar voren kan. En ook die scharen en dat soort dingen. Dat geeft toch jouw roots een beetje weer nog steeds, denk ik. Ja, ik probeer af en toe door te schuiven naar het middenveld. Zodat we een man over krijgen op het middenveld. En van daaruit kunnen we eigenlijk altijd wel gevaarlijk worden met onze spelers voorin. Die als ze één op één komen natuurlijk levensgevaarlijk zijn. En als ik doorschuif kan er geen dubbele dekking meer komen bij onze zijkant of bij onze spits. Dus.